tweede opname. James Bond of Frustration. 1992 alweer, jongens. Kijk het snel. Ja, de showtime natuurlijk. Ja. Dat is een gezellig gebleven, er zijn er geen nieuwe bijgekomen. Ik ben dan toch in de Supermans geweest voor 5 euro. Ja, ik vind dat nogmaals heel duur in relatie tot de duur van de rit. Ik stop de opname. Of zal ik even wachten, maar ik heb al zoveel off-ride opnames van deze attractie die exact vergelijkbaar is met de Jetlag in Duitsland. Vier halen, drie betalen. Nou ja. Dat betekent dat je 15 euro kwijt bent voor 4 ritten. Kijk, dan heb je natuurlijk voor 5 euro die ik net aan de Supermans heb uitgegeven, heb je natuurlijk aan de Aviator natuurlijk
Ja. Veel meer waar voor je geld. Ik zal er inderdaad even wachten dat deze rit is afgelopen. Dit is de laatste rit. De laatste 100.